Circus Baroness, ja, dat is nou echt puur circus. Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn vandaag aanwezig bij de première van Circus de Baroness hier op het Chasséveld in ons mooie Breda. Dit circus vindt plaats tot en met 15 december, dus kom snel kijken, want het is een spetterende show. Kunt u iets vertellen over Circus Baroness? Circus Baroness, ja, dat is nou echt puur circus. Zand en Zaagsel is ingewisseld door het podium, dat dan weliswaar wel. Een beetje een luxe circus, als je hier binnenkijkt ook. Het circus is echt een soort kathedraal, een soort carré-vormig theater geworden. Maar qua programma, alle elementen zitten erin die een circus behoort te hebben. Van acrobatiek tot luchtnummers, tot dierennummers. Uiteraard clownerie voor de kinderen. Ja, eigenlijk gewoon puur circus. Wat vinden jullie van de circusvoorstelling tot nu toe? Best wel leuk. En wat vond je het mooiste? Toen ze in de touwen gingen klimmen. Wat vinden jullie van de circusvoorstelling, jongens? Leuk! Leuk. Vind jij het ook leuk? Ja. En wat? En ook grappig. En wat was er zo grappig aan? Omdat de meneer zei sexy. En hoe is het voor jullie om hier in Breda te staan? Heerlijk, een verademing. We worden echt met open armen ontvangen. De kassa, 's ochtends ook, om 10:30. 11:00 gaat hij open normaal gesproken. Vanmorgen hebben we om 10:30 open gegooid. Constant mensen aan de kassa. Nou, je hebt het publiek nu net ook gezien met de finale. Blind, enthousiast. En een mooi cadeautje kan je eigenlijk niet hebben. Wat vond jij het leukste? Met de lichtjes. Dat was mooi, hè? Dat was echt heel mooi met die lichtjes. Wat vond je van al die dieren die allemaal aan het rondrennen waren? Ja, leuk. Gaaf. Breda, lang geleden dat er weer een groot circus in Breda is geweest. Kom langs. En je zult er geen spijt van hebben. Tot en met 16 december, nog hier in Breda, Chasséveld. Kaartjes kun je ook kopen, www.brabantswintercircus.com. Breda Nu. Je weet het meteen.